Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de Willem Zwartprijs. Victory 5-2. 10 paarden gaan zich opstellen achter de startauto. Nog altijd die twee favorieten. Nummers 4, Baresi Toscana met Mario van Dooyeweert. En de 5, Ace of Spades en Hugo Langeweg junior. Nog 150 meter. Meter. 50 meter. De start is gevallen. De paarden zijn onderweg en het is na de start strijd om de leiding. Het is Ayla Cartouche die goed weg is. Maar aan de buitenzijde komt de aanval van Johan Nils met zijn Hulk Hogan. En daartussendoor trekt mee Ace of Spades. Voorzichtigheid geboden voor Ace of Spades. De eerste bocht door. Maar dat is Langeweg junior wel toevertrouwd. Hij houdt zijn paard in het juiste gereel. En volgt op dit moment rustig in derde stelling. We zien daar moeilijkheden voor de medefavoriet Baresi Toscana. Baresi Toscana heeft een galoppade gehad en is teruggevallen naar de laatste gelederen. En de deelnemer die uitgeschakeld, nummer 4 galop. Al in moeilijkheden was gekomen, dat is paard nummer 10, Appie Zwageman. En die ligt enkele lengte achter het veld. Koers ontwikkelt zich goed voor de medefavoriet Ace of Spades. Ligt op de derde plaats achter twee outsiders, Ayla Cartouche met Robin Bakker en het nummer 6 van Hulk Hogan met Johan Nils. Dan is het Ace of Spades en daarachter volgt dan aan de binnenzijde Abby Wonder. Achter Abby Wonder aan de buitenzijde Abano Crown. En dat is de ideale gangmaker voor Andrei Fortuna. En die doemt op tot schuin achter het paard van Kees Hetteling junior, dat is Zeva. En een lengte daarachter is de aansluiting voor Tsum Huster, nummer 9. Tempo is wat uit de koers gegaan in de Willem Zwartprijs en het is nog altijd dezelfde koploper. En die draagt de naam Ayla Cartouche. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde het nummer 6 van Hulk Hogan. En die wordt gevolgd door Ace of Spades. Aan de binnenzijde volgt Abby Wonder en achter Abby Wonder is er dan Abano Crown. Verder weg dan Zeva met Andrei Fortuna en aansluiting is er voor Tsum Huster. En dat is het moment voor Langeweg junior om eens wat te gaan ondernemen. Hij gaat het derde spoor in met Ace of Spades, maar aan kop is het Ayla Cartouche die makkelijk versnelt. En ook John de Leeuw die gaat inmiddels in de aanval met zijn nummer 7 Andrei Fortuna. Andrei Fortuna komt het derde spoor in en nestelt zich tot schuin achter de koppaarden. En dat zijn nog altijd dezelfde twee. Aan de binnenzijde het nummer 3 van Ayla Cartouche. Die wordt daar geattaqueerd door nummer 5 Ace of Spades. Andrei Fortuna nu op de derde plaats en zo gaan we de laatste ronde in. Het wordt nog een spannende aangelegenheid waarbij die Ayla Cartouche nog altijd leidt. Maar op de tweede plaats heel waakzaam Ace of Spades. En daarachter Andrei Fortuna heeft op de derde plaats nu Abby Wonder achter zich gelaten. Maar die loopt wel een prima koers daar. Die Abby Wonder als gigant van een outsider. En een lengte of 2,5 daarachter. Achter is het 7. Dat is de volgorde als de deelnemers halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan zijn. Langeweg junior nu serieus ernst van de zaak maakt. En daar gaat die nummer 3 dan van de been aan de binnenkant. Ayla Cartouche. Maar moet hij op gaan passen voor Andrei Fortuna. Andrei Fortuna, nummer 7. Die komt aan de buitenzijde tot schuin naast Ace of Spades. Andrei Fortuna, lang weg geweest. Maar dan komt hij dan aan de buitenkant. En gaat hij dan die klasse weer laten zien die hij heeft 2-jarig heeft laten zien. Nou, dan moet hij niet van de benen gaan. En dat gebeurt wel. Ja, Andrei Fortuna, voor de volgende keer is het een zekerheidje. Misschien kan hij nu nog in de achtervolging op Ace of Spades. Maar dat denk ik niet. Ace of Spades en Hugo Langeweg junior, die gaan hier op weg naar de finish en doen dat met een lengte of 3 voorsprong. Nu Andrei Fortuna tweede en derde wordt de 8 en dat is 7.